Net als vorige week kijken we nu naar een IT-gerelateerde column van Martin Kooijman van Winsys IT Solutions. We gaan hiervoor naar IJmuiden. Vandaag wil ik het met u hebben over engineering. In het Nederlands ook wel bekend als bouwkunde. En waarom? Dit vakgebied vergt eigenlijk specifieke IT-aandacht. Vanuit Winsys bedienen we veel partijen in de industrie en de bouwsector, die veel meer vragen dan alleen maar een werkplek in office. Vaak betreft het hier zware tekensoftware, die het mogelijk maakt om complexe 3D-modellen te maken en zelfs te plaatsen in een echte ruimte. Dit laatste noemen we augmented reality. De specifieke zogenaamde CAD/CAM software werkt dan ook prima samen met 3D-printers. En natuurlijk zorgen wij er dan voor dat deze specifieke data via een ontwerplaptop of een pc goed verwerkt kan worden en veilig opgeslagen kan worden in de cloud. Dat laatste was tot voor kort een lastige opgave, omdat we praten over grote bestanden. Ook hiervoor hebben we inmiddels een mooie oplossing. Maar dan even inzoomen op een bijna levensecht ontwerp. Hoe mooi zou het zijn als we niet bij elke wijziging op een boordplatform op zee moeten testen, maar eigenlijk virtueel iets kunnen plaatsen, monteren en natuurlijk ook eventueel direct aanpassen in het ontwerp. Nog mooier zou het zijn als we bijvoorbeeld de effecten, bijvoorbeeld van een windmolen, direct kunnen gaan testen. De invloeden van het weer of de impact van een stroming ondergronds. En die oplossing is er nu. Dat noemen we een zogeheten digital twin. Het woord zegt het eigenlijk al. Een digitale tweede versie van objecten en de omgeving waarin deze geplaatst worden. Wereldwijd wordt deze techniek steeds vaker ingezet. Natuurlijk in de eerste plaats op lastig bereikbare plekken of voor de mens gevaarlijke omgevingen. Heb je dan uiteindelijk een digitale twin, dan kun je natuurlijk veel sneller opschalen, risico's vermijden en kosten drukken. Het klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn en eigenlijk komt het hier in de praktijk toch wel vaak op neer. Het hele proces om alles neer te zetten vergt immers dat elke asset ook in beeld is. Met andere woorden, het moet niet alleen gefilmd worden op locatie, maar zo moet ook elk apart onderdeeltje daadwerkelijk in beeld gebracht worden. Elk schroefje, elk verbindingsplaatje, etc. Het voorwerk is mega. Maar doet u veel van hetzelfde, denk aan niet één windmolen, maar honderden, ja, dan is deze techniek natuurlijk goud waard. Zeker wanneer we een wijziging moeten toepassen of iets willen vervangen of onderhouden. Maar ook om uiteindelijk die monteur vooraf te laten testen of te scholen. En wij? Wij moeten vooral blijven zorgen dat deze hele infrastructuur ook echt overal en altijd werkt. En niet onbelangrijk dat wij begrijpen wat onze klant doet. Zo maken we immers van maatwerk een echte win-win-sys.